Ja, en als we dan elektrisch gaan rijden, dan doen we het wel echt zwaar strak. Dit heeft 919 pk en dit is de nieuwe Lotus Emeya R. Ja, en in mijn ogen is dit zonder twijfel de allermooiste elektrische auto van het moment. En we hebben al een keertje zijn grotere, de hogere broer van deze Emeya R mogen proberen. Die beviel goed, maar het is een SUV. En zoals jullie weten ben ik niet echt een SUV-man. Dus dit zou helemaal het einde van elektrisch rijden moeten zijn. En ik dacht, weet je, als we dan elektrisch gaan rijden, dan hoort er natuurlijk ook een soort van groene omgeving bij. Dus vandaar dat ik deze auto hier heel even heb geparkeerd. Het is in mijn ogen echt een plaatje van een wagen. Ja, en Taycan is natuurlijk super cool. Zie je tegenwoordig erg veel. En deze auto in het geel is in mijn ogen super dik geworden. En kijk eventjes naar al het carbon op de voorkant. We hebben hier daaronder nog een soort actieve aerodynamica. Verder waaraan je een Emeya R ten opzichte van de normale of de S kan herkennen zijn 22 inch wielen en die zijn niet op de andere varianten verkrijgbaar. En daarna zijn we ook nog op de achterkant deze vleugel die op drie verschillende standen omhoog kan komen. En hieronder allemaal actieve aerodynamica. Wat verzorgt dat deze rijervaring met dus 919 pk echt waanzinnig zou moeten zijn. En voordat we gaan rijden nog heel eventjes het prijskaartje. De Lotus Emeya is om en nabij verkrijgbaar van €100.000. Dan ga je naar de S, dan komen we bij 120. En deze, de R, is verkrijgbaar vanaf €150.000. Zeggen ze. Echter, toen ik keek wat deze op kenteken kost, kwam ik op een heel ander bedrag uit. Namelijk €200.000 voor deze Lotus. En ja, en Taycan Turbo S is volgens mij ook al ruim door de 200.000 heen. Maar deze auto achter mij is dus wel de snelst ladende auto. Want deze kan snel laden met maar liefst 350 kWh. Begrensd. In China of Japan, weet ik even niet meer welke van de twee het was, hebben ze hem volgens mij zelfs al getest op 440 kWh. En dat betekent dus dat die auto volgens mij in ongeveer 10 minuten helemaal vol zou moeten zijn. En verder is het interieur denk ik ook echt super gaaf. Veel algetaren, veel carbon en daarnaast het beste audiosysteem wat ik ooit heb mogen ervaren. Het audiosysteem is in samenwerking met KEF gemaakt. En als je dit ervaart, ik kan het laten zien op camera, maar ik weet ook dat dat geen zin heeft. Dus dit moet je gewoon zelf een keertje komen ervaren in Houten bij Lotus. Dit is echt het allerbeste systeem wat ze ooit in een auto hebben gehad. Het is nu tijd om te gaan rijden. Ja, en wat mij betreft hebben jullie nu lang gewacht, dus doet hij ook echt 0-100 in 2,8. Wow. Wow, dat is nu normaal. Holy shit. Ik krijg hier nu wel de melding dat inderdaad de 0-100 nog wordt verbeterd omdat we ESC helemaal uitzetten op wel het tractiecontrolesysteem van deze auto. Dat heb ik niet gedaan. Dus dat gaan we zo meteen nog een keertje doen. Ik moet zeggen, met tractiecontrole aan vond ik hem al vrij spectaculair. Komt misschien ook omdat de banden inderdaad wat koud zijn nog. En dan is dus inderdaad 918 pk en 985 Nm aan koppel best wel twee, misschien zelfs als je zou hebben, 3 handen vol. Maar dus de Lotus Emeya R, niet de Electra. De Electra is natuurlijk de SUV waar we inmiddels al best wel wat van zien rijden in Nederland. Mooie auto, maar zoals ik dus net al aangaf, ik persoonlijk ben geen SUV-man. Dit daarentegen, een soort van Taycan-concurrent, denk ik dat we het moeten zien, is echt, ja, ik vind dit super dik. Een soort van schaalstoelen die echt helemaal om je heen kruipen. Een alcantara stuur wat dun is, wat goed in de hand ligt. Ja, en dit jongens, die vleugel die dan ook omhoog komt. Ah, dit is echt waar, niet normaal. Keramische remmen zijn wel een must in deze auto, denk ik persoonlijk, want het weegt dus 2500 kilo. Ondanks dat ze dus echt hun uiterste best hebben gedaan om veel gewicht te besparen. We zien natuurlijk hier carbon, veel carbon op het exterieur, in de voorbumper, in het diffuser, de spoiler, het dak van carbon. Veel carbon om dus nogmaals dat gewicht een beetje te drukken. Maar het voordeel van dus, als je dus eventjes oplet inderdaad, is dat het best wel een sportieve auto is. Dankzij dus die batterijen, elektrische auto's, die hebben natuurlijk zo'n heel mooi, mag ik even, laat ik mooi gebruiken in deze zin. Die liggen natuurlijk allemaal lang uit onder die auto. In plaats van dat dus een motor vaak voorin, of bij sommige sportievere auto's achterin of boven de achteras ligt, is het in dit geval ja, gewoon super neutraal. Dus je voelt heel goed wat die auto doet. Die auto is natuurlijk qua balans best wel neutraal. Het probleem is alleen dat die auto dus banden vreet als ik denk dat je mee op het circuit zou willen rijden. bandjes onder deze auto zijn P Zero R banden. Nou, die zijn natuurlijk best wel sportief. Daar moet dus best wel wat temperatuur in, hebben we net ervaren. Maar het is echt, als je ermee stuurt, jongens, niet normaal. Het stuur is super direct. Gasrespons, zoals je dat zou verwachten met zoveel boog, is ook super direct. En daarnaast, als je op deze auto gewoon de cruise stond, eventjes kijken welke rijstanden we nou precies allemaal hebben. We gaan hier nog eventjes naar de instellingen. En dan zien we hier inderdaad dat we dus die auto ook op track kunnen zetten. We kunnen ook naar individual. We rijden momenteel in sport. Maar daarnaast kan je ook gewoon rustig naar tour. Dan voel je meteen dat de gasrespons van die auto wat relaxter wordt. Dat die auto wat comfortabeler wordt. Dankzij dus die adaptieve damping die hier ook op zit. En dan kan je dus gewoon om en nabij 500 kilometer met deze auto rijden. En ik heb altijd best wel een beetje gebest, denk ik, op dat elektrische auto's achterblijven. Maar realistisch gezien denk ik inderdaad dat niemand in Nederland 500 kilometer op een dag rijdt. Dus als je zo'n ding gewoon thuis lekker kan opladen of op de zakenrek kan opladen, dan is het natuurlijk een hele mooie actieradius 500 kilometer. Daarnaast, als je dus met zo'n auto en deze snelheidfunctie van dus 350 kilowatt, als je dat dus naar Italië gaat, ja, dan is het stoppen ook niet meer zo'n ding. Want tuurlijk, je moet geluk hebben dat je inderdaad kan laden bij de laadpaal. Dat blijft denk ik altijd een ding met elektrische auto's. En ja, ook het laden wordt natuurlijk weer beïnvloed van hoeveel mensen zijn er tegelijkertijd op dat station aan het laden. Maar op het moment dat je dus inderdaad gewoon kan snel laden zonder dat er veel mensen daar zijn, dan heb je dus dit ding gewoon in een kwartier op 80%. Ja, en dan kan je best wel blijven bashen van oké, ja, het blijft lastig dat reizen. Maar ik denk dat je dan inderdaad niks meer te klagen hebt, want dit ding is dus zo vol. Je kan zo weer 400 kilometer sturen. En ja, wat wil je dan nog meer? Er is alleen één ding als ik dat doorga op het interieur. Ik snap het idee van die cameraspiegels, maar ik blijf het verschrikkelijk vinden. Je kan dus namelijk niet, op het moment dat je normaal in een normale spiegel kijkt, bij bijvoorbeeld achter het inparkeren, als je zo doet, dan verandert je zicht natuurlijk in die spiegel. Dat kan niet bij een camera, want die camerapositie die is fixed. En die doe je dus met touchscreen, doe je die bedienen. En die kan je natuurlijk ook aan de andere kant met touchscreen bedienen. Maar het is dus niet zo dat als je zo kijkt, dat die positie van die camera verandert. Dus je bent altijd maar een beetje aan het pielen, denk ik inderdaad, als je inparkeert of überhaupt. Want eigenlijk is je zicht dus met zo'n spiegel of zo'n camera altijd binnen de auto. En als je natuurlijk in je spiegel kijkt, dan kijk je automatisch al een stuk naast je of buiten de auto. Deze zit hier al links achter je hand een beetje verscholen, net boven je knie zit dus ja, dat videoscherm idee, zo noem ik het eventjes. En ik zou daar denk ik nooit aan kunnen wennen. Ja, is het weer ideaal voor extra range, ook dat snap ik. Is het lichter? Dat weet ik niet eens. Ik weet niet of die camera's tegenwoordig zo licht zijn dat ze lichter zijn dan een daadwerkelijke spiegel. Maar dit zou persoonlijk voor mij echt een no-go zijn. Als ik zo'n ding zou kopen, wat ik dus echt een mooie auto zou vinden, dan zou dit er nooit opkomen. Ik weet dat het een optie is. Dus ja, dat is eventjes iets wat je zou moeten overwegen, mocht je in de markt zijn, voor zo'n apparaat. Oké, dan denk ik dat het tijd is om het nog een keertje te gaan proberen. De banden zijn wat warmer, ESC staat uit. Voet diep op de rem. Dit is echt niet normaal. Ik denk oprecht dat je met ESC uit nooit grip hebt met zo'n ding. Het is echt bizar. Het is koud. Het is wel een klein beetje vochtig. Het heeft vannacht geregend. Maar echt jongens, het is zo onwijs indrukwekkend. Ik zet het ook gewoon aan. Ik heb in mijn M2 nog nooit tractiecontrole aangehad in sport. Maar het is gewoon een soort van intimiderend als je met dit apparaat gas geeft. Dat je denkt van nou, een nanny hier en daar extra, dat is wel een soort van fijn. Want oh, als je dit gas geeft is... het is gewoon... Je hersenen liggen gewoon een soort van op de achterbank als je dat een paar keer doet, als je dat een paar keer blijft doen. Je lichaam is dat gewoon niet gewend. Oké, als je misschien Formule 1 coureur bent, dan zou dit misschien peanuts zijn, 2,8 naar de 100. Maar het is echt jongens, het is niet normaal. En ik weet nog van de Taycan, die dus iets minder vermogen heeft, dat als je dit een paar keer doet, dan word je kotsmisselijk. En ik weet dat jullie dat leuk vinden om te zien, dus laat het gewoon nog een keertje proberen. Ik doe nu gewoon zonder launch control. Hup! Oh! En dan remmen, kramisch remmen. Alarmlichten gaan uiteraard aan, want hij denkt dat het de noodstop is. Die zit gelukkig hier. Mensen. Wat? Apparaat heeft Lotus neergezet. Ja, het is groot. Nee, ik weet niet of het een Lotus is en of dit de juiste inslag was voor Lotus. Want die zijn natuurlijk eigenlijk bekend om hun kleine, sportieve, lichtgewicht, diehard auto's. Is dat dit? Nee. Denk ik dat alle bedrijven daar een beetje naartoe moeten? Ja. Geloof ik dat elektrisch de toekomst is? Nee. Maar ik snap wel dat Lotus bijna niet anders kon. Is dit leuk? Ja. Mis je wat emotie? Ook ja. Kan je daar overheen stappen? Dat denk ik wel. Ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden. Ik ben in ieder geval super enthousiast. Ik ben een soort van... Ja, ik denk dat de adrenaline helemaal hier zit van die paar keer dat we het gas hebben gegeven. En dat we dus hebben geremd. Het ding stopt goed. Hij stuurt goed. Hij ziet er dik uit. En ja, als je zonnepanelen hebt, denk dat dit een mooie auto is. Dus laat het me weten in de reacties. Zou jij €200.000 uitgeven voor een Lotus Emeya R? Ik weet het niet, maar ik vond hem cool. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En zie ik jullie weer heel erg snel. Hoi!